Ja, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Dit gaat allemaal over de Gay Parade. Ik was uitgenodigd door de boot en de mensen van RTL 4. Met veel presentatoren, presentatrices op de boot zaten. Het was een fantastische dag. Het was jammer dat het af en toe een beetje regende. Maar het mocht de pret absoluut niet drukken. De sfeer was fantastisch. We hadden een geweldige DJ. En ik heb zelf ook nog opgetreden. Het was eigenlijk een gigantische dag. Het was een hele mooie Pride met heel veel leuke mensen. Heel veel enthousiaste mensen. Dus jullie kunnen een beetje meekijken en meegenieten wat er allemaal gebeurde. We zijn vandaag uitgenodigd door RTL op de boot. De Gay Pride. Nou, dat heb ik al een paar jaar niet meer gedaan. Jaren niet meer. Dus ik denk dat het ontzettend leuk wordt. Dus ik word zo opgehaald zo direct door Wino en Glenn. En dan gaan we met alle RTL-corifeeën een leuke dag van maken. Nou, ik heb er zin in. Ik zit nog even lekker te genieten van mijn tuintje. Ik ben wat overdressed, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, je moet wat, hè. Het kan toch niet gek genoeg. Zelfs mijn tuin is roospaars. De boot op van RTL 4 met allemaal leuke collega's en dragqueens en presentatoren, presentatrices. Mensen die meestaan aan mijn beste plaatje. En Femke. En die gaan allemaal mee, als sinds de rest. Nou, dat loopt hier allemaal af. Wat een noodweer! Het gaat echt regenen. Vreselijk. Ik ga op het toilet zitten, denk ik. Ladies and gentlemen, RTL is in the house. Give it up for the queen. Give it up for the queen. Give it up for the queen. Ja! I'm
Wat jij zet maar op. Prima. Dat is niet goed, hè? En ja, voor de rest kan ik alleen maar zeggen, jullie weten het, hè? Ik heb een nieuwe single uit, dat heet Elke Dag Feest. Nou, die wordt nu pas goed gedraaid, dus ik ben hartstikke blij. De streams gaan goed, maar je mag hem nog steeds streamen. Ik zou het hartstikke leuk vinden. En ja, daarbij kun je mij volgen op Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, TikTok en natuurlijk mijn eigen YouTube-kanaal. Bedankt voor alle superleuke reacties. Hartstikke bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en... blijf Geertje volgen. Groetjes. Doei doei.